wat wil je dan? Ik heb het niet. Foto's maken. Nou, ik heb het huis ijskoud. Hi Woes. Hoi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben in Noah's huis. Zoals je kan zien is hier links van me een lamp op hol aan het slaan. Die doet het nog niet helemaal. Maar we gaan schoonmaken. Ik heb er zin in. Ik geef mezelf dus even een roomhuistour hier. En ik wil naar de kelder en kijken wat ik zie. Mag dat de muziek uit of niet? Dat vroeg ik net, zeg je niks. Kijk wat je hier vindt voor blaadje. Pas op, trap valt uit elkaar. Kijk ook hoe eng het hier is in beneden. Ja, de kelder moet nog gedaan worden. Ja, dat zie ik. Nee, ik moet eigenlijk een glaswezen. Het stapt vol op het dak van de trap af. Ik zeg, pas op hoor. Hij valt eigenlijk klaar. Nou, hij was blijkbaar licht genoeg, maar als hij zo meteen lacht. We gaan schoonmaken, hè, No? Ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen, maar... Nee, je mag ook wel een emmer. Nee, ik doe wel met jou een emmer mee. Toch? Ik ben weer terug, het is inmiddels 4 uur en ik voelde een roeping, een hele irritante roeping. Namelijk dat ik de wc moet schoonmaken. Noah heeft er geen last van. Wat doe je nou met die trap? Ik moet de bovenkant van de kastjes schoonmaken. In de keuken. Maar dan kon je toch wel opstaan? Pas op, er staat een rode emmer. Ik ben niet blind. Hou toch even weg. Super. Succes. Dank je. De wc is dus heel erg, heel erg. Oké, je ziet het nu niet. Heel erg vies. En ik ging hier naar de wc en toen dacht ik, volgens mij moet ik dit schoonmaken, dus dat doe ik nu maar. Voor de rest is het kraantje schoon, de muren schoon, alle verfvlekken, de kastjes weer schoon en de wc die het ergens was is ook schoon. Alleen de vloer moet nog even gedaan worden. Zoals je kan zien, dit zijn mijn schoonmaakschoenen, want hier zit verf op. Laten we beginnen met flikken. 9 uur, half 10. En dan daarna nog Temptation. Ja. Ja, ben je boos? Lou. Ja, wat wil je dan? Ik weet het niet. Jij bent echt. Ik weet het niet meer, Lou. We gaan Barba Papa kijken. Bij de familie Barba Papa. Goedemorgen, kijkertjes van de vlog. Het is maandag en ik heb hard gelopen. Mijn mama... Oh, ik vergeet de sleutel. Oh, mooi sleutel. Mijn mama zag het weer en toen wilde ze graag even foto's maken. Nou, ik heb het huis ijskoud. Maar mijn liefdadigheid sprong naar boven.
En ik deed het toch. De zon is vandaag wel prachtig, moet ik zeggen. Dus ik snap het wel. Ik had het zelf liever anders gezien, want het is ijskoud. Mijn drie. En kijk, ik heb zo'n gaasje aan. Wat niks helpt tegen de kou. Ik verstel mijn camera achter het sjaal. Oh, hij ziet in de camera. Wel heel koud bij mijn hand vooral, maar maakt niet uit. Oh, mooi van onder gefilmd. Is dat mooi? Nee, natuurlijk niet. Zal ik jou daar neerzetten dan? Kijk, nu net op een vogel. Woe! Ja, ja. Prachtig! Prachtig! Precies wat ik wil zien. Wacht even. Ik moet even concentratie, want ik sta volgens mij heel raar anders op een foto. Moet mijn haar anders? Ik spring eens even over die sloot heen. Maar ik denk, moet ik echt niet aan deze kant? Oké. Oh, deze kant. Vierde keer. Ik ben even met Lou aan het lopen, want ik was net de stad daarin, maar toen moest ik even langs voor mijn keukens, want ik moest sprinten, want ons printer doet het zoals altijd niet. En het plan was eigenlijk dat ik met Lou daarheen zou lopen en even boodschappen doen, maar toen dacht ik, amhoela, dan ben ik 3 uur aan het lopen, dan moet ik eerst helemaal naar voor mijn keukens en dan nog de stad en allemaal boodschappen doen. Dus toen heb ik Lou laatst opgehaald. Nu aan het lopen en ik ben echt al 3 kwartier met haar onderweg, ze slaapt nog steeds niet. Heb je nog geen zin om te slapen? Nee? Nee, hè? Kun je nog lachen? Ja. Ik kan wel lachen, hè? Ja. Hey. Ben je het mooiste meisje? Ben je het mooiste meisje? Ja. Maar wat wel grappig is, iedereen van ons is wel eens alleen met Lou op pad geweest. En dan bedoel ik niet oppassen, maar gewoon op pad, zoals nu. Maar ik niet. Dat komt omdat ik altijd met Noah ben. En als ik met Noah ben, is Lou er ook bij. Maar Lou is er ook wel eens niet bij, want dan is met iemand anders op pad. Maar dan ben ik met Noah. Het is dus de eerste keer dat ik alleen met Lou op pad ben. Hoe leuk! En Lou helpt niet, terwijl ze normaal wel helpt. Bij mij, maar vandaag niet. Hallo, kijkertjes, het is dinsdag. Het is al middag. En ik wilde eigenlijk naar Noah toe gaan, want Noah is bezig in het huis uit te pakken, haar dozen. Ik wilde helpen, want ik heb dus een probleem. Tenminste, eigenlijk is het heel chill, maar het voelt niet zo chill, want ik wil het gewoon afmaken. Want ik heb namelijk morgen eindelijk mijn afstudeeronderzoek, tweede gesprek. Maar ik moest daarop wachten totdat ik verder kon, omdat mijn interviews eerst geaccepteerd, approved moesten worden. En dan pas kan ik ze uitzetten. En daardoor heb ik vandaag niks te doen. En gisteren had ik ook al heel weinig te doen. Ben ik alleen bezig met werk. En normaal gesproken ga ik daarna bezig met school. Maar vandaag dus niet, dus ik geniet er ook wel een beetje van dat ik aan het chillen ben. Maar waarom ik nog niet onderweg ben naar Noah. Ik zag een foto voorbij komen die gisteren is gemaakt. Dus, oh nee. Ik stop knopjes. Mama, er is niks veranderd. Mama wordt altijd heel gestresst als ik aan het toetsenbord zit en ze is bezig met foto's. Maar ik zal jullie even een fotootje laten zien van hoe het is geworden. Zoals je wel kan zien, de kleur gaat heel raar doen. In zwart-wit. Maar, zoals je wel kan zien, zijn de kleuren heel anders dan wat in het echt was. Ik zit aan het chillen op de bank. Ik heb letterlijk nog niks gedaan. Hier in huis. Ik was al voorbereid, want ik heb een boek meegenomen. Maar ik heb die ook niet doen. Nou, voelt het nou na dat je alles zelf moet doen? Nee, dat voelt lekker. Oh, dat gaat lukken. Ik hoef me niet schuldig te voelen. Ik ga nog even mooi zeggen tegen de camera. Maak nog een mooi zeggen. Oh, wie is dit mooie meisje? Auw, trek aan mijn haar. Trek aan mijn haar. Auw, mijn haar. Het zit toch wel wat aan mijn haar. Vind je dat leuk? We gaan maar weer even liggen, hè? Dit had ik wel al gedacht. Als jij eenmaal zit, dan wil jij niet meer liggen. Hè? Nee. Dan kan ik jou gewoon niet meer. Oh. Je blijft huilen. Wat is er nou dan? Zo is beter, hè, Lou? Wow, er gebeurt hier van alles achter me. Zie je dat, Lou? Daar gaat hij. Vroom, vroom, Lou. Vroom, vroom. Mama, wilt u goeiemorgen zeggen? Goedemorgen.
Het is middag. Ik had u erin gaan luisteren. Ah. Ik voel heel flauw tegen. Het is 14:30 en het is vandaag de 27e januari. Een druilerige dag. En we zijn allemaal een beetje... dagboek. Een beetje meuig. Nou, ik niet. Troosteloosheid. Ik heb er wel zin in. Ik ga naar Noah toe, want Noah moet daar aan het werk. En ik ga daar aan het werk op mijn computer. Dan hebben we toch een beetje gezelligheid. Laptop. Oh, mijn laptop. Excuse me. Bij tomatensoep. Ik weet dat het veel werk is. En toch heb ik een keuze gemaakt. Maar goed, we doen het ermee. Maar ik heb er wel zin in, want we eten tomatensoep met Chinese groenten. Dus eigenlijk Chinese tomatensoep. En ik heb stokbrood gehad. En gewone broodjes. Lekker. Reactie? Heerlijk zo. Goedemorgen, het is donderdag en ik ging hardlopen. Toen ik ging hardlopen was het wel donker, maar ging het niet regenen. Ik had wel op de weerapp gekeken en zeiden ze dat het ging regenen. Maar het was gewoon, het leek erop dat het niet ging regenen. Toen ging het wel regenen en nu ben ik een beetje nat. Ik moet wel opschieten, want over een uurtje heb ik mijn eerste les met groep 6. Dus ik ga me snel douchen. We gaan weer beginnen. Precies op tijd. Wat een timing. Hoe gaat het, jongens? En vorige week kreeg je nou een bal op je hoofd. Dat is niet helemaal in jouw week, hè? We gaan er zo even naar kijken, ja? Gelijk door naar de aanwezigheid. Of heeft iemand nog vragen? Dat gaat dan eerst even. Ja, ben je al bezig geweest met school? Ik ben zo gelukkig. Zo gelukkig. Want ik heb die rekenopdracht eindelijk gehaald. Die had ik dus vorig jaar. Ja, precies een jaar geleden heb ik hem ingeleverd. In die tussentijd heb ik hem wel 3 of 4 keer ingeleverd. En ik had eerst een 5. En toen had iemand hem nagekeken. Per ongeluk. Die het eigenlijk alleen... Oudejaars moest nakijken. Toen had ik een 3. Toen dacht ik, bijzonder dat ik van een 5 naar een 3 ging. Toen had ik hem nog een keer ingeleverd, had ik weer een 5. En nu heb ik hem weer ingeleverd en nu heb ik een 8. En nu ben ik zo blij dat ik eindelijk die studiepunten binnen heb. Nu ga ik even lunchen, naar de bakker, een taartje halen en brood halen. En daarna weer lesgeven. Het lijkt net alsof ik voor een weeshuis aan het koken ben. Ik denk dat we iets te veel groente hebben. Maar ik heb ook al zoveel kip. En er is toch nog meer bijgekomen. Ik was de paprika vergeten. Het eindresultaat. Ze zitten erin. Ik kan het niet zo goed zien. Ik ga hem zo even open doen. Oh, deze is zelfs een beetje verbrand. Ja, zeker. Nee, die. Daar, het korstje. Dat is ook niet één sleutel, hè? De politie kwam hier net om sleutels af te zien. Dit is niet mijn sleutel. Te leveren. Die ze hadden gevonden. Ik weet verder niet helemaal waar het over ging. Maar wie heeft er nog meer? Als er politie is, dat je echt, ik denk dan altijd 3000 keer na of er iets is wat ik verkeerd doe. Maar dat heb ik dus ook als ik in de auto zit en ik zie politie langs rijden. Nou, dan ga ik kijken, heb ik mijn riem om? Heb ik bij de handen aan het stuur? De wraps waren trouwens erg lekker. Volgens mij weet Noah nu waarvan de sleutel is. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ga even lesgeven. Het is bijna 10:00. Vanochtend heb ik erg lang met Lou gechilled. Want Noah die moest... Nee. Ze ging sporten buiten en mama ging sporten. En papa heeft nu een wortelkanaalbehandeling. Boos aan het werk. Dus toen mag ik de hele ochtend passen op Lou. Maar nu moet ik wel even snel nog wat gaan nakijken. Omdat ik over 10 minuutjes al een meeting heb. Kijk je echt aan van wat moet je nou dan? Hey! Patjoe! Nu is ze
zichzelf even in de cameraatje. Lachen cameraatjes niet aan zichzelf. Nee, dat is niet de bedoeling. Nou, inmiddels ben ik klaar met lesgeven. Ik heb alles nagekeken. CITO-resultaten heb ik geanalyseerd. En nu zijn we even in ons huis, want onze nichtjes zijn er. En die willen het even zien. Oh, nu zijn ze weg. Anna en Emily, en die zie je wel vaak in de vlog. Oh, daar ben je. Kom maar. Wat vind je van het huis? Heel cool. Ja? Het is ook echt heel mooi. En van de Lua die je eindelijk ziet? Ja, ik vind het echt zo schattig. Echt een schatje, hè? Ja, echt een schatje. Wat vind jij van het huis? Ik vind het heel mooi. Ja? Ja. En Lua ook schattig? Echt een heel schatje. Vond je het leuk om met ze te wandelen? Ja, heel ja? leuk. En wat vinden jullie van jullie nieuwe huisje dan? Ja, wel leuk. Ja? Was het ook zeker even wennen? Ja, ja. Ik mis alleen wel best wel koude huis soms, maar op zich... Dus hier eigenlijk niet zo leuk. Oh. Veel kleinere straten, dus iedereen kent elkaar. Goedemorgen, het is zaterdag en wij gaan zo boodschappen doen. Rosa, hoe vinden die echt nodig zijn in je huis? Olie. Boodschappen? Ja. Augurken. Je wordt wakker, dan eet je kwark. Ja, dat heb ik. Dan komt de lunch, dan eet je brood. Daar is het handig bij de meeste mensen. Rustig. Heb je... Boter, kaas, zout, peper. Rucola is heel belangrijk. Het is handig om diepvriesgroenten te hebben, want dan kan je het allemaal nog een keer pakken. Ja. Dan kom je bij de snacks, koekjes, fruit. Maar goed, dan zou ik wel chocola hebben als ik jou was. Nou, ik eet wel eens een sultana. En dan het liefst die rode krokant tomaatkaas. Die vind ik echt lekker. Ja, die vind ik echt lekker. Die komt eraan. Mijn vader? Ik ben terug aan boodschappen doen. Ik had mijn vorige opname niet stop hiermee. niet helemaal afgesloten. Ik stopte er opeens mee. Ik weet het niet meer nog. Maar we hebben iets heel cools gehaald. Want Tony Chocolonely heeft namelijk nieuwe repen. Wij hebben een reep. Twix. Er staat niks op dat dit van Twix is. Maar wij denken dat wel. Je had ook nog KitKat, Toblerone en Ferrero Rocher. Maar wij zijn heel benieuwd hoe die van binnen is. Ja, wat ik me dan afvraag, is dit gewoon een grote Twix? Ja, dat hoop ik. Met Tony Chocolonely chocola? Dat hoop ik. Je moet er toch samenwerkingen zijn? Ja, maar ze zeggen ook niks met Twix. Mag je toch niet namaken? Want ze zijn ook een beetje boos. Omdat alle chocolade gemaakt zou moeten worden zonder moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Dus het is eigenlijk een beetje... Een sleur. Ja. Oh! Je hebt niet de gouden wikkel. Nee, en er was wel een gouden wikkel. Ja, dat was die... Die andere. Ik ben nu echt heel benieuwd. Oh, het zijn repen. Het is echt een bar. Ik zie ook wat het is. Wat dan? Oh, stukjes. Nou, hoef ik hem ook niet te breken. Nee, ik wil zeggen, ik hoef hem ook niet te proeven. Jongens, helaas zitten stukjes in en geen echte Twix. Ik ga de vlog afsluiten. Morgen ga ik naar Rotterdam. Het zien in de volgende vlog. Ik ga... Stop hiermee. Dit zijn special effects. Oké. Ik ga zo om 5 uur ga ik nog naar een Too Good To Go box ophalen. Dus woensdag komt er een Too Good To Go video online. En dan zien we jullie gewoon. Zien we jullie woensdag in de Too Good To Go video. En volgende week weer in een weekvlog. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Zeg nog iets voor de mensen die zo lang blijven hangen. Respect. Laat een hartje achter. In de kleur. Dat deed Amber ook, dus daarom doe ik het. Amber. Amber. Amber deed de kleur oranje, dus ik doe de kleur blauw. Groen. Blauw. Groen. Blauw hartje.